vandaag heb ik een shoplog van de Big Bazaar, de Action en de Bart Smit. Ik was namelijk met mijn oma en mijn zusje wezen winkelen in Emmen. En ja, daar gingen wij eigenlijk naar de Vlindermarkt, maar de Vlindermarkt was helemaal niks. Dus dan gingen we nog even lekker winkelen. En daarna gingen we nog naar de Big Bazaar, mijn favoriete winkel. En daar begin ik dus mee. Nou, bij de Big Bazaar kocht ik dit superleuke tasje met wat erop. Snorretjes, stropdasjes en ja, allemaal leuke dingen. Gentleman staat erop en deze was 48 cent, dus omgerekend naar 50 cent. En ik kocht er nog één en dat is deze met die lieve schattige poesjes. En deze was ook 48 cent. Ik kocht ook nog Loom. Ja, deze waren 25 cent per stuk. Want ja, ik vond ze... Ik zocht deze al best wel lang. En ja, ik had ook Rainbow Loom, maar die was 10 cent. Dus ja, die heb ik ook gekocht, maar ik zeg nog niet bij welke winkel. En ja, deze waren dus 25 cent per zakje. En ik moest dus samen een euro betalen. En als laatste snorren. Vriendjes. Ik zou ze even gaan openmaken. En ik zou er even een riesje met een snorretje uitpakken. Nou, je pakt altijd als eerste snorretje en dan pak je een rietje. En die druk je er dus zo op. Dan ook zoals. Maar ja, het is dus de bedoeling dat je dan zo gaat drinken. Je moet hem wat lager doen, maar zo kun je hem ook doen. Bijvoorbeeld voor een foto of zo. Dus ja, deze kocht ik. En deze waren 88 cent, omgerekend naar 90 cent. En dat kocht ik dus bij de Big Bazaar. Toen gingen in Emmen gingen wij toen naar de Bart Smit. En daar heb ik het meest gekocht, maar wel in het kleinste tasje. En dat is, en om te beginnen, deze Rainbow Loom bandjes. Dit zijn Loom bandjes. Dit zijn ze van het echte merk. En niemand raadt wat deze nu kost in de winkel. 10 cent. 10. Ze waren 5 euro per zakje. Deze kleur kocht ik dus. Dat is roze met wit. En dat waren 300 bandjes. Ik kocht 2 zakjes van de roze. En ik vind dit meer zalm. En ja, deze doe ik al heel lang. Want toen de bandjes nog 5 euro waren, mocht ik ze niet van mijn moeder kopen. Want mijn moeder vond het te duur. Dus ja, nu heb ik dus 2 zakjes gekocht en daar ben ik blij mee. En dit zijn 600 bandjes. Ik kocht ook nog deze gekleurde. Hier wou ik eerst 2 van meenemen, maar ik dacht, oké, 1 is ook wel genoeg. En dit zijn ook 600 bandjes. En dit zijn jelly mixen. Dit zijn allemaal jelly kleurtjes. En deze vond ik ook best wel mooi. En die waren dus ook 10 cent. Ook kocht ik nog deze mooie groen. En deze had ik vaker gezien, maar ik kon ze nergens vinden. En toen stond daar dus zo'n bak. Hier stonden alle loombandjes. En dan was hier de kassa. En als je dan om de kassa heen liep, stonden daar van die bakken. En toen ging ik wachten, want daar bovenop stond nog een bak met allemaal poppenspullen. En toen zag ik deze loemen in liggen. Ik had ook nog eerst de gekleurde die ook bij mijn Monster Trio zit. En ja, dus deze kocht ik. En ik kocht nog deze paars en deze zijn ook 600 bandjes. Ik had 1 van 300 en de rest van 600. En als laatste, ik denk wel het mooiste, mijn Monster Trio. Dit is de echte Monster Trio van Rainbow Loom. Ik zou hem even voor jullie gaan openmaken. Nou, als eerst zit er een handleiding in. En ja, als je niet gelooft dat dit een echte is, hier staat ook op Rainbow Loom. Ik weet niet of het goed is te zien, maar ik denk het wel. En hier kun je allemaal, ja, hier staat dan een handleiding met wat je allemaal kunt maken. En dan heb je een haaknaald. Dit is volgens mij, nee, het is geen ijzeren, wat ik wel een beetje jammer vind. Maar ik heb thuis 2 ijzeren, dus dat is ook mooi. Dan de echte Monster Trio. En deze is echt van Rainbow Loom, want er staat een echte pijl in en hier staat ook Monster Trio, Rainbow Loom. En dan zit hier de Loom in. De C-clips en de bandjes. Deze had ik eerst in een zakje gekocht, maar toen zag ik... Dus ja, deze zitten dus ook hierbij. Dus vind ik het een beetje dom om dan
die te kopen. En ja, deze was dus maar 50 cent. Dus dat is niet duur. Terwijl die eerst 5 euro was. Dan ga ik alweer naar de laatste winkel. En dat is de Action. Daar kocht ik één ding. En ja, hier heb ik ook het langs mee gelopen. Ik denk dat het ook wat te zien is aan de tas. En dat is dit lieve, schattige uiltje. Ik vond het zo leuk en zo schattig. Ik had eerst twee grijze, maar dat was niet echt mooi. Die waren ook zwaar. En toen zag ik deze. En ja, dit, ik had er twee gepakt, maar toen... Twee voor 1,50. Want ze waren 75 cent, stond bij het papiertje. Toen kwam ik bij de kassa, 95 cent. Zei ik zo tegen die vrouw van, ze waren toch 75 cent? Nou, toen waren ze blijkbaar dus echt wel 95. Toen heb ik dus eentje weggedaan. En ja, ik denk dat ik misschien nog een keer een koop. Want maar ik vond één eerst wel leuk. Want stel je voor, ze bevallen niet zo mooi op mijn kamer. Dus dan heb ik er niks aan. En ja, deze was dus 95 cent. En ja, ik heb alles wat ik hier heb liggen, heb ik allemaal samengekocht voor volgens mij 5,10 euro. Ik wou nog even naar de Kruidvat, maar ik dacht zo van, oké, laat maar, die hebben we ook wel bij ons. En ja, 5,10 euro is dus niet veel voor al deze spullen. En ik ben er heel erg blij mee, alles was onder de euro. En dat is alleen maar goed. Nou, dit was mijn shoplog van de Pick Bazaar, de Bart Smit en de Action. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer!